Ik heb eigenlijk in een tijd voor niks. Oké, graag. Je verdedigt eigenlijk iets, het was daarom dat ik kon spreken. Je verdedigt eigenlijk iets dat we niet aan de overheid en zo. Omdat je hier zo al werk te doen en eigenlijk is dat voor niks. Waarom is dat voor niks? Dat is voor je regering, voor belastingen. Ik denk dat niet op antwoord. Ja, misschien, ik weet niet of dat wel van gehoord hebt, dat we over een heel groot deel van Europa een campagne is. Ja, ja, dat. Ja, misschien meedoen. Misschien kunnen wij hier nou direct beginnen. Ik ben een beetje aan het filmen. Al collega. Goed. Wij interviewen mensen op straat over allerlei. Je weet dat ze aan het filmen waren. Ja, ja, ik weet dat wel. Goed. Maar we zouden hier in ieder geval kunnen beginnen al, ik en mij al, voor de campvinto. Mensen moeten ook mijn mening zijn. Ja, maar we moeten er iets aan doen als we iets willen veranderen. Oké, merci. Die is goed. Wat is dit? Take number 2? Take number 2. Take number two. Two. Another try. Okay. In the front of the street, it's illegal to take a picture. Yes, it's not allowed because it's for the security of the embassy and for the protection. Normally, it's not allowed. Do we ask you a few questions? Do you think Barack Obama was saying to move the borders in Israel back to the levels of 1967? I'm just here. This is my job. I'm just here for the protection. I do not cannot take political statements. You don't have I have them, but I can. Is that I have an opinion too? as a person. That's illegal. But I have to tell opinion? You that it's not illegal to take this picture. Okay. Is it illegal to give your opinion? Yes, it is. They make it illegal. It oh man. No, it's a joke. But normally you cannot take them, so. Continue and have a nice day. Okay. Today, my man, today. Nice to meet you. Thank you. Have a nice day.